Hallo Luitje, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Ro Kuipers en ik ben op dit moment onderweg naar mijn werk, want ik heb vandaag een vroege dienst. Al is hij wel iets later dan normaal, want het is nu bijna 9 uur. En ik moet vandaag van 9 tot kort over 5 werken. Dus ja, ik ben er ook bijna. Dus ik stop jullie in de tas en dan zie ik jullie als mijn dienst voorbij is om kort over 5. Het is wat later geworden dan dat de planning was, want het is inmiddels 6 uur en ik ben nu klaar met werken. Iets langer gewerkt dan dus eigenlijk het idee, maar ja, goed. Hoort er soms ook bij. Ik ben nu onderweg naar huis, dan gaan we pizza eten vandaag. Een zelfgemaakte pizza, dus daar heb ik wel zin in. Ik weet niet of mijn vader al bezig is om dat ding te maken of dat ik daar zelf ook nog wat aan moet doen. Hoop ik eigenlijk niet. Ja, ik heb wel zin in eten. Vanmiddag had ik een tonijnsalade gemaakt op het werk. Dus ik had een broodje tonijnsalade. Dat was wel lekker. Maar op zich heb ik ook wel weer zin in iets anders. Dus lekker naar huis, lekker eten. Het regent, het is echt vies weer. En dan zien wat de avond brengt. Ik had gisteren een polletje op mijn Instagram gezet met de vraag: moet ik doorgaan met de vlogmaand? Oftewel, moeten we gewoon gaan vloggen? Of moet ik stoppen na februari zoals het oorspronkelijke idee was? En 100% heeft gestemd op ja. Dat betekent dat jullie aanmoediging er is om door te gaan. En dat ik ook doorga. Vanaf nu kan het, ja, ik kom er steeds meer in, merk ik. Ik vind het ook leuk om te doen. Ik vind het alleen wel lastig om ervoor te blijven zorgen. Dat er iedere dag een vlog klaar is, bewerkt, geüpload, et cetera. Dus ik vind het wel lastig om het op tijd af te krijgen. Maar tot nu toe gaat het goed. Er zijn een paar vlogs die zijn een paar minuten later gekomen. Maar als we dat een beetje door de vingers zien, is er gewoon wel iedere dag een nieuwe vlog online gekomen. Voor 28 dagen lang. Tenminste, dat neem ik aan. Want het is nog niet de 28ste geweest. Dat is even een aanname die ik doe. Ik denk namelijk dat ik deze laatste paar dagen van de maand niet meer verpest. En dan gaan we gewoon in maart ook door. En in maart staan er ook weer leuke dingen op de agenda. Zo is onder andere de uitvoering van het toneelstuk waar ik voor oefen. Ja, verder, dat is wel het hoofdonderdeel van de maand eigenlijk. Ik weet niet of nog heel veel andere dingen. Ja, andere dingen ga ik erbij zoeken hoor. Want ik hoef die maand maart hoef ik ook maar 10 dagen te werken. Of 11 dagen te werken. Die andere 20 ben ik allemaal vrij. Dat betekent dat ik echt een stuk meer vrij ben dan dat ik in februari was. En dat ik dus meer leuke dingen kan gaan doen. Nou, dat klinkt als een goed idee. En dat klinkt als een goede reden om door te gaan. Dus we gaan door. Bij deze. Ik heb er helemaal zin in. Ik ben bijna thuis. Dus ik ga de auto even parkeren. En dan lekker naar binnen, want het regent. Ik heb net gegeten, ik ben helemaal vergeten om het te filmen. Maar ik ben nu aan het tanken en ik sta bij het tankstation. Bij de verkeerde brandstof. En aan de verkeerde kant van de tank. De tankdop zit niet daar. Lekker slim. Dus even keren. Ik denk dat dit beter werkt. Ik ben weer thuis. Ik was even met mijn vader naar Ens gegaan om van die KPN Super Wifi punten te halen. Want op sommige plekken in het huis is er wifi. Maar vooral boven is het een beetje slecht. Dus ja, daar zit wel een verbetermogelijkheid in. En ik hoop dat deze KPN Super Wifi punten dat die goed werken. Want als ik boven of bezig ben met een video te kijken op YouTube. Of sowieso mijn modem. Ik heb een eigen modempje boven. Wat ervoor zorgt dat mijn computer draait. Maar die draait wel op hetzelfde internet. En die is, ja, het is gewoon niet snel. Komt ook omdat hier in Nagelen nog geen glasvezel ligt. Nou ja, we hebben het dus in huis liggen. Maar het is niet aangesloten. Ik ben niet heel actief meer, merk ik. Dus ik ga even kijken wat ik vanavond. Wat ik vanavond ga doen. En misschien wordt dat wel gewoon een beetje gamen, een beetje chillen. En voor de rest niet zoveel.
Maar die avonden heb je ook nodig, want anders hou je niet meer vol. Om vandaag nog iets te doen, gaan wij GeoGuessr spelen. En wij spelen de Nederlands. De Nederlands, zei ik dat echt? Nederland. We spelen in Nederland. En het idee is dat wij zo dicht mogelijk naar de juiste plek gaan. Kijk, ik zie hier in ieder geval Doetinchem op staan. Zijn in de buurt van Well. Waar ligt Well? Ik weet ook niet in welke provincie Doetinchem ligt eigenlijk. Klinkt Brabants. Doetinchem. Hallo? Oh, hier ligt Doetinchem gewoon, joh. En daar ligt Well. Oké, dan is... Well is naar links. Nieuwe Well. Ik zie hier de bordjes Nieuw-Welse weg. Dat is deze, zag ik. En dan staat er Tidamsweg. Ja, dat is deze. Dus dit is hem. Dan kwamen wij van dit straatje natuurlijk. Dus denk ik dat wij hier stonden. Oh, we stonden iets dichterbij. Maar we zijn er 79 meter vandaan. Dus dat is best netjes. Gaan we naar de volgende. We moeten er 5 goed hebben in totaal. Ja, oeh. Dit kan echt letterlijk overal zijn. Pastorieweg. Dat zegt mij niet zoveel. We kunnen een stukje reizen om te kijken wat dit is. Camping de Fruitgaard. Dat zegt mij ook nog niet zo heel veel. Het is vooral één hele lange polderweg waar we nu op zitten. Hier, we krijgen ook gelijk reclame van de boerenburgerbeweging. Ik denk dat we of in Friesland of in Groningen zitten op dit moment. Dan kunnen we hier iets wijzen voor worden. Nee, want dat zijn alleen toeristische dingetjes. Te koop. Dat is interessant. Ze hebben alles afgeplakt. Dat is jammer. Deze weg is eindeloos. Hallo, waar is het einde van de weg? En de reden waarom ik trouwens denk dat dit in het noorden is, is omdat dit echt een plat landschap was. Als je zo'n vlakte in het zuiden had gehad, dan waren er iets van heuvels geweest. Die zijn er niet. Hey, zit ineens op de N-weg. Winschoten, dat is Groningen. Dacht ik. De A7. Ja, Winschoten is daar. Ja, ik ga gewoon een lange weg gokken. Dit ziet eruit als een hele lange weg. In Groningen. Oh, we zijn er op zich maar 12 kilometer vandaan. Dat vind ik nog best netjes. Een rotonde, dat is gelijk een goede plek, want er staan heel veel informatie op die borden. Eens even zien. Nieuw-Kuik zegt mij niks. ‘s-Hertogenbosch. Kijk, we zitten dus ergens weer in Brabant. Vlijmen. Waalwijk, oké, we zitten, of is dat, nee, dat is Brabant. Waalwijk. En Vlijmen is 1 kilometer vanaf hier. ‘s-Hertogenbosch is. En we zitten vlakbij de A59. Het is een oprit A59. Dan moeten wij een rotonde hebben met
Een oprit. Dat moet dan hier wel zijn. Even kijken, zit hier Koks Frituren? Ja, ik denk dat dat die is. Ja! Oh, dit is perfect. Deze is perfect. Hoppatee. 3 meter vanaf het punt wat zij hadden gezet. Nou, dat vind ik heel netjes. We moeten er nog 2 en we zijn echt lekker bezig. Behalve als we weer naar zo'n boerengehucht plekje gaan. Kijk, dit landschap bedoel ik dus in contrast met net. Dit is ergens in het zuiden, want dit is een beetje heuvelachtig. Oude Hellendoornse weg. Goed, we zijn dus bij Hellendoorn. Hellendoorn. Hellendoorn, dat ligt niet echt in het zuiden. Sterker nog, dat ligt vrij hoog volgens mij. Hier, Hellendoorn. Dan de oude Hellendoornse weg moeten we. Ze verwachten dat hij in de buurt van Hellendoorn ligt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. En het is een beetje bebost gebied natuurlijk. Oude Hellendoornse weg, dus dit is wel. Ja, dit is een bosrijk gebied, dus dan ga je meer hierheen. Hoe heet dit? Nijverdalse weg. Ik moet gewoon wat verder inzoomen en dan is het daar de weg. Ja, dan moet daar natuurlijk nog ergens een. Ik denk hier, want we zitten vlak bij de ingang van het bos. En anders ga je hier echt het bos in. Of gaat het verder nog echt helemaal het bos in? Nee, ik denk hier. Ah, het was 1,4 kilometer verder, maar dat vind ik netjes. Dit ziet er een beetje Duits uit eigenlijk. Mevrouw. Mevrouw, mag ik wat vragen? Waar zijn we? We zijn op de Kapelweg. Maar waar? Waar is de Kapelweg? Ik wou eigenlijk rechtdoor, maar goed, dat kan dus niet. Dat is prima, dan doen we dat niet. Dan gaan we deze kant op. Oh. Informatiebordjes. Egmond, Castricum. Egmond aan zee. Dat ligt ergens aan zee. Noordwijk. Dan heb je daartussen Egmond. Egmond, daar beneden Egmond. Waar is Egmond? Egmond. Castricum. Egmond, Castricum, waar ligt het? Waar ligt het? Castricum en Egmond. En Heilo. Heilo is rechtdoor.
ik denk gewoon dat we... oh, wij zijn... Hier. Hier zijn wij. Oh! Nou, 2,3 kilometer. Dat valt ook weer reuze mee. Even de resultaten. 23.147 punten. Van de 25.000. Dat vind ik best heel netjes voor de eerste keer. Goed, wil je dit nou vaker zien? Laat het dan even weten in de reacties. Het is tijd om naar bed te gaan. Ik heb vanavond niet meer echt super fanatiek iets gedaan. Even bezig geweest met YouTube. En dus een potje GeoGuessr wat jullie hebben gezien. En voor de rest gewoon een beetje gechilled en bezig geweest voor YouTube. Vond je dit een leuke video? Dan is het mooi. Doe even een duimpje omhoog. En morgen zijn we er weer om 6 uur met een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken en tot morgen.